We hebben net een nieuw kanaal opgestart. Dit is de eerste keer dat ik film. Ik zie nu mezelf in mijn telefoon. Ik weet niet of het ziet. Deze shit weg. Ik en Erno zijn twee studenten die later terug willen kijken over hoe leuk het studentenleven was. En wij wilden daardoor een vlog bijhouden. En hier zijn we dan. Erno zit nu op de bus te wachten om zo hier naar huis te lopen. Wij wonen trouwens in Nijmegen. Ik ben Max en Erno is mijn kamergenoot. Ja, kamergenoot, huisgenoot. Wij zitten allebei op Radboud Universiteit in Nijmegen. En wij gaan ons leven filmen. Dus ja, dat is eigenlijk wat we gaan doen. Ik filmde het met een GoPro, die heb ik gisteren gekocht. Daar ben ik echt blij mee. En eigenlijk moet ik nou studeren, maar daar heb ik geen zin in. Dus, oh ja, wij doen allebei de opleiding kunstmatige intelligentie. En trouwens, dit is mijn bank. Dit is mijn leven, is fucking chill. Ik ga veel op stap. Ik dan, tenminste. En nou is daar... vind dat minder leuk. Ik zou dus nou moeten leren. En ik had eigenlijk meer zin om een filmpje te maken. Maar Erno komt zo over 10 minuutjes thuis. Oh ja, trouwens, we maken muziek. Ik zing een beetje. En Erno speelt gitaar en piano. Hij is echt zo fucking goed in piano. Dat is echt niet normaal. In ieder geval, dat vind ik. Die net vader Jacob kan op de piano of zo. Dat was wel een beetje, denk ik. Welkom op ons kanaal of zo, zou ik zeggen. Oh ja, trouwens. Ik heb hier, ja, weet je, het studentenleven is natuurlijk ook... Je kent die studentenhuizen, die zijn zo super smerig. Maar ja, ik ben hier ook onderhand mijn leven in puin aan het veroorzaken. Ik moest gisteren als taak moest ik het glas opruimen. En ja, ik had geen zin om naar de supermarkt te gaan, de glasbak. Dus heb ik maar hier gewoon alles boven op mijn kamer neergezet van 9 vierkante meter. En zoals je ziet is het een beetje rommelig. Maar voor de rest is ons huis pittig en schoon. Maar ik zal zo nog wel even veel bepaken als Erno er is. Erno is dus thuis. En hij komt dan nou uit de wc. Hoi Erno. Maar. Nee, oké. Okay. Oh, nee, niet wil dat wat zeggen op het internet. Okay, maar ja, zeg hoi. 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 Nee, oké, wacht. We laten wel even Erno's kamer zien. Dit is zijn crib. Hier is de piano waar het allemaal gebeurt. Hieronder dan. Maar, sorry, ik gooi het op de grond. Dus ja. 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 Deze gitaar. Ja. Ja. Ja, deze. Hier. Kan ik hem hier zo neer. Oh ja, trouwens heeft iemand gereageerd op de kamer hier beneden. Onze meneer Jesse, die gaat weg. En nou zoeken wij dus een nieuwe kamergenoot. Ja, zoals jij wil. Bij die gezellige mensen, Max en Erno, leven. Ik zou me heel goed voor kunnen stellen dat mensen dat niet willen. Nee, maar het is wel beneden. Dus dan heb je Brit daar naast. Dus dan ja, heb je niet zoveel last van. Nee, Brits fuck chill. Maar ja, dit is Erno's kamer. Oh ja, trouwens, ik heb nog niet eens gefilmd. Oké, wacht even. Ja, de struggles. De struggles van het studentenleven. Oh ja, wacht hier. Dit is de mooie straat. En het is... Voor de verandering is mooi weer. Of ja, een beetje. In ieder geval. Als je zo mijn... Nee. Als je zo mijn kamer binnenkomt, zie je deze mooie lamp. En deze poster. Trouwens, deze poster. Deze. Daar ben ik echt blij mee. Oh. Nou ja, in ieder geval. Dit is het... Oh, fuck. Struikel. In ieder geval. Deze tuin. Het is wel een goede tuin. Oh ja, dit is mijn super opgeruimde werkplek. Tenminste, ja. En ja, zo woon ik een beetje. Weet je zo, 5 dagen in de week. Wat gewoon, ja, eigenlijk is het gewoon een kutkamer. Maar dat maakt niet uit. Oh ja, het is een half uur fietsen trouwens. Wat? Hé Erno, een half uur fietsen. Nou, ik kan wel, ja. Vanavond gaan we workout doen, weer. Gisteren hebben we chest workout gedaan. We hebben gekeken naar Bar Brothers, maar ja, dat gaat nooit lukken. Weet je vertrouwen, maat? Ja, vertrouwen in onze fucking goede workout skills ofzo. Wat? Gewonnen. Oké, okay, ja, we gaan trouwens straks soep eten. Oh ja, Erno heeft vandaag een kaakoperatie gehad. Ja, leuk joh. Omdat, en nou zat hij vandaag hem allemaal zo te prikken met zijn vinger zo, om te zeggen van ik wil niks, Max. Hoe gaat hij ook nog te zitten? Ja, toch ja, Erno? Dat is van een system. Nou ja, in ieder geval. Wij gaan zo eten.
Ik moet zo hard zwijgen. Ga het doen. Wacht even. Wil jij even die shit in de gaten houden? Kom op, maat. Ga maar kussen. Net als weerstand. Dat is een van Erno's beroemde uitspraken. Weerstand is voor losers, alles is voor losers. 2 dagen later. Ziek. Ja. Oké. Okay. Het is echt veel rook, jongen. A few moments later. Dent, heb je zo gelaten? Godverdamme, man. Je echt zo'n specifieke geur, jongen, van jou. Yo, mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. En ik zie jullie de volgende keer graag weer. Druk op dat duimpje. En tot de volgende video.